Dit nieuws wordt u gebracht door De Luk, namens alle Utrechtse artiesten. Dus ik heb gebeld met de stichting Des Vaderlands en zei, joh, ik wil ook wat worden. En ik ben nu officieel voorgedragen, en kijk me eens glimmen, tot mopperaar des Vaderlands. En met een tegenkandidaat, want er gaat democratisch over gestemd worden. Dus het wordt of Maarten van Rossum, of ik. Hoe het ook zij. Utrecht wint, dus daar mogen we niet over mopperen. Het gaat even moeilijk worden nou hoor, want je hebt dus zomertijd en je hebt wintertijd. En daar zijn mensen blij mee of niet blij mee. Maar hebben wij dan geen lente meer met lentetijd? En geen herfst meer met herfsttijd? We hebben het alleen maar de herfsttijd en middeleeuwen, maar echte herfsttijd heb je niet. Kortom, het systeem heeft nooit gedeugd en het had al heel lang geleden afgeschaft. Kunnen en moeten worden. Utrechtse tijd. De beste tijd die er is. Bij mij nu op mijn horloge 11:03. En het zou heel goed zijn als het in heel Nederland om 11:03 ook 11:03 was. Seks. Ook weggesloopt. Seks, je moet er niet aan denken. Dit is Melody Geldoufart en dit ook. En hier is ze kunstenaar en hier is ze raadslid van GroenLinks. Het is namelijk een vrouw met twee gezichten. Zij is afgestudeerd bij de Hogeschool van de Kunsten op het thema inspiratie. En ze had het inspirerende idee om onderzoeksjournalistiek te gaan subsidiëren in Utrecht. Een journalist heeft eens uitgevlooid wat iedereen in de markt, alle krantenbazen en zo, daar nou van vinden. En die vroeg ook, joh, wil je eens ingaan op de kritiek? Die Henk Westbroek gaf, en toen zei ze nee, dat doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Want dat is te negatief. En in één adem door zei ze, maar ik wil met mijn voorstel het debat bevorderen in de stad en in de gemeenteraad. Overigens hoeft Plaat Utrecht niet per se te maken te hebben met de opleiding. Ik ken genoeg hoogopgeleiden die Utrecht praten. Henk Westbroek is een bekend voorbeeld. Dus ik ben een voorbeeld. Hey, wat daar niet wat. We schaffen de kinderbijslag af en we gaan introduceren de kindertoeslag. Als je één kind hebt, krijg je geen bijslag, wees er gelukkig mee. Krijg je hoe dan ook, per ongeluk, nog een tweede kind, ga je 10% belasting meer betalen. Krijg je een derde kind, ga je 20% belasting meer betalen. En wil je echt een vierde kind, dan ga je 40% belasting meer betalen. Dat betekent dat een kind, dat is wat het voor het milieu eigenlijk altijd is geweest, een kostenplaatje. En dan leren mensen vanzelf om met één kind, net als ik, heel gelukkig te zijn. En nou kun je zeggen, ja, pijpen, het is mijn hobby niet. Maar denk, die pijpen is weg van die huizen. En zo'n huis is alleen nog maar een saai huis. Schotland, pijplek nummer 1 in de wereld. Kan u moeilijk ontgaan zijn dat Utrecht in het gezegende bezit is van de allergrootste fietsenstal ter wereld. En die fietsenstalling, ik noem het zelf altijd een stal, die is de allergrootste van de wereld, omdat er nu 250 persberichten uitgestuurd zijn, allemaal met diezelfde insteek. Wij hebben de grootste. En het is eigenlijk vrij kinderachtig, weet je. Het is een soort bestuurlijke porno. Wij hebben de grootste, en u weet hoe het in pornofilms gaat. Je komt er altijd een tegen die een nog groter heeft. Maar het is wel een verrukkelijk lentebier. En het is voorjaar. En met name als je verdriet wil wegdrinken. Met name dan. Als je verdriet wil wegdrinken. Is het verrukkelijk. Papa. Ik zei dus,
wou zeggen dat mensen die dus Utrecht sproten vaak een beetje dommer overkomen. En ik zei dat mensen die Engels sproten een beetje, en mijn wijfie is Engels, ja, achterlijke takkers, zei ze tegen mij. Ja. Wat, zei ze, een beetje droogneuken. En gewoon bewust voor je eigen fucking genot de aarde vervuilen met een ongebreideld aantal kinderen en dan tegen anderen zeggen, joh, jij moet minder vaak onder de douche gaan. Ik vind het een vieze manier van denken. Hoe vind je deze? Is dit een wifi of is dit geen wifi? Hij ziet er alleen lekker uit, maar ik kan zeggen, ik proef dit pas een jaartje of 50. Beter worden ze niet gemaakt in Utrecht. En als je ergens anders paarden wordt gehaald, is het ja, er zal wel paard in zitten, maar om nou te zeggen dat het lekkere paard is, nee. Piet Paulusma. En dan hopen dat ik niet ontslagen word bij de NUK. Leven de groene toekomst, leven het nieuwe jaar. Doei doei, van een boom, hè.